Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met de wereldse gebeurtenissen, filmpje 112. Zoals jullie zien doe ik het even wat anders. Ik heb Zoom aangeschaft. Ja, dat is niet altijd gratis hoor. Jullie zien alleen nou mijn gezicht. En ik zit in een andere omgeving. Ik dacht misschien is dit iets rustiger. Want ik ga een hele belangrijke boodschap geven. Dus dan is het ook wel handig dat ik in een iets rustiger omgeving zit. Jullie zien het bord. When nothing goes right, go left. En mijn man en ik hebben nogal wat avonturen beleefd de afgelopen 10 jaar. Toen kwamen we dit bord tegen. Want op het moment dat soms moet je even om je gedachten te kunnen uitlijnen, even de rust nemen. Dus door deze deur kunnen we naar buiten, kunnen we motorrijden of we kunnen naar boven even in onze cocon en slapen. En dat is ook mijn advies voor jullie. Wanneer het de ene kant niet goed opgaat, ga dan de andere kant op. Zorg ervoor dat jij je rust krijgt. Dat is heel belangrijk. Dit is niet een leuk filmpje. Komt weer aan. Ja, we blijven wel positief hoor, lieve mensen, maar er is een tijd. En die tijd is nu. Wat grote veranderingen gaat maken voor de hele wereld. Gisteren heb ik voor het eerst een sessie meegemaakt met Jeanette Ossebaat en Sinta Kloeten. En hartstikke leuk, hartstikke chaotisch. Prachtige dames. Ze hebben heel veel uitgelegd over grafeen. Raar goedje. Zit dus in die wespensteken. Dat is niet fijn. Daar moet je dus voor oppassen. Nou, ze hebben ook een aantal voedingssupplementen geadviseerd. Wat je kan gebruiken om dat zo snel mogelijk uit het lichaam te halen. Want ze zeiden, en daar hebben wij het ook eigenlijk nog nooit over gehad. Die wespensteken, dat is een middeltje waarbij verschillende ingrediënten kwalijke bedoelingen hebben. Maar dat is net met normale pillen en andere zaken van de dokter. Je hebt het hoofdbestanddeel waar het om gaat. En je hebt hulpbestanddelen die ervoor moeten zorgen dat het door je lichaam heen gaat of op de plek komt waar het nodig is. Nou, die grafeen wordt dus ook gebruikt om het zo snel mogelijk daar te krijgen waar ze het willen dat het komt. Er is, en dit is gelukkig na heel veel onderzoek, als je 1 keer een wespensteek hebt gehad, dan heb je nog heel veel kans om te overleven. Jongens, mensen die 1 wespensteek hebben gehad, probeer die te overtuigen om te stoppen. Om zich niet vrijwillig nog een keer te laten steken. En dan het excuus van maar van mijn baas moet het. Het is nooit een moeten, alleen kan een baas dan wel zeggen, dan mag jij niet meedoen met bepaalde werkzaamheden. En dan kan een baas ook zeggen, maar dan kan ik jou niet meer gebruiken. Dus ga ook kijken, als jij al weet dat die wespensteek voorwaarde voor jouw baas is, moet ik dan nog bij deze baas zijn? Het kan je ook allemaal te veel worden. Dat is soms ook wel een dingetje. Ik mag niks adviseren, maar soms, kijk lieve mensen, soms moet je dingen gewoon ook even voor jezelf nagaan. Of het dan voor jou nog wel goed is om werkzaam te zijn, of dat je even een time-out moet. Men noemt dat tegenwoordig een burn-out. Dan geef je jezelf namelijk tijd. Ik zeg niet dat jij een burn-out hebt, maar het kan wel zijn dat jouw hoofd zo vol zit dat je gewoon je werk niet meer kan doen en dat je tegen je baas moet zeggen, god baas, dat lukt niet meer. Ik ga alleen maar de hele dag janken. Nou, zo kan ik toch echt niet de mensen bewaken.
als boa. Want ook boa's, die hebben ook dilemma's. Er zijn ook wakkere boa's. Maar als het jouw baan is en jij moet voor je gezin zorgen, dan kan je niet zomaar zeggen, ja, dat kan niet. En zo zijn ook in de zorg of in het onderwijs. Je moet heel sterk zijn. Jullie zijn ontzettend dapper. Probeer vooral, dat is wat ik met gesprekken ben tegengekomen, wat het allerbeste helpt. Probeer te zwijgen. Probeer niet te vertellen wat jouw mening is. En vraag mensen het rechtstreeks, dan kan je ook zeggen, volgens mij is dat privacy. Of ik heb al een vaccinatie gehad. Ik ook. Ik denk 6, 7, 8, 9, 10 keer ongeveer. Heb je al 10 keer een vaccinatie gehad? Ja. Gewoon zo klein was. Dat is toch. Kijk, dat is ook handig omgaan met. Ja, we komen zo dat op Macron en zo en de wereldse gebeurtenissen. Dan komen we verder op. Over de overstromingen. Even geduld nog. Dus als ze jou vragen, gewoon maar. Als ze mij vragen, goh, Lumeria, Klaske, ben jij al vaccinatie gegaan? Ja, heb ik. Oh, ik dacht dat jij zo wakker was. Ja, ben ik ook. Ze vragen niet wanneer, hè? Oh, dus jij kan nu wel naar Amerika op vakantie? Dat zou kunnen. Maar dat is een keuze. Dat gaan we niet doen. Nee, ik ben gek. Ik ga niet op vakantie. Ik had even voor de planning. Woensdagavond, 28 juli, heb ik een Zoom-bijeenkomst. Mogen jullie allemaal bij aanwezig zijn, kost niks. En dan kunnen jullie mij ook vragen stellen. Ik heb op Telegram daarvoor even een groep gemaakt. Want ik heb wel Zoom-bijeenkomsten gedaan. Dan had ik nog geen 10 mensen. En dan denk ik, ja, dan kan ik beter eventjes wat anders gaan doen met mijn tijd. Want tijd is kostbaar, lieverds. Ik heb het gewoon heel druk. En die 10 mensen zijn ook belangrijk. Maar ik vind het veel fijner als er 50 mensen zijn. Dus ik heb gisteren op Telegram. Ik zag hoe Jeanette Ossenbaard dat deed. Ik dacht, oh, nou, dan moet ik ook niet zo perfectionistisch zijn. Dat ik denk van, wow, het moet allemaal wel lukken. Dus ik dacht, ja, nou, dan ga ik dat doen. Ik heb Zoom aangeschaft. Dat had ik al, maar ja, ik doe altijd alles wel. Maar ik moet soms ook wel even wennen aan al die nieuwe dingen. En dus heb ik even een groep gemaakt wie bij die Zoom-bijeenkomst aanwezig wil zijn. Heb je nou geen Telegram en je wilt wel aanwezig zijn, mail mij dan even, want dan krijg je ook een link. Alleen, ik heb die groep gemaakt op Telegram. Dat is handig, want de volgende vraag werd daar al gesteld. Want ik zeg, stel maar even vragen. Want dat vind ik belangrijk, dat jullie ook mij kunnen vragen waar je mee zit. Alle vragen, maakt niet uit. Ik had ook een vraag over een bestelling. Prima. Ik had de volgende kwestie kwam in de Zoom-groep. Een volwassen vrouw met volwassen kind. Kind heeft vakantie geboekt en gaat in de komende week naar het buitenland. En ik ga jullie zo meteen vertellen dat je thuis moet blijven. Dat het verstandiger is om te blijven waar je bent. Maar ja, zo'n kind, ik heb zelf ook kinderen, die doen ook maar wat ze willen. En toevallig dat mijn kinderen gewoon thuis blijven, vind ik heel fijn. Maar je hebt ook moeders van kinderen die gewoon wel naar Griekenland of weet ik veel gaan. Want die willen ook feest vieren. En dit kind was heel, heel verstandig, had geen wespensteken gehad. Dus het is al een verstandig kind. Heeft al gewoon weet dat je moet kiezen wat je in je leven wilt gaan doen. En dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En moeders, al hoe moeilijk, ik vind het gruwelijk, echt waar. Maar al hoe moeilijk het ook is, vertrouw erop dat jij je kind zo goed hebt opgevoed, dat ook al zit ze in Griekenland en ze kan bijvoorbeeld niet terug omdat er een event is, zit ze toch mooi in het mooie weer. En ze redt zich wel. Echt waar. Vertrouw daar maar op. Jullie hebben je kinderen goed opgevoed. Je geeft je kinderen nog eventjes een beschermengeltje mee. Of even iets van jezelf. Dat je zegt, van, nou, kind, neem dit mee.
op het moment waren er ook veel sleutelhangertjes besteld bij mij of een edelsteentje, dat ze de kinderen dat mee kunnen geven. Doe dat. Maar meer hoef je niet te doen. Want jij hebt je kind goed opgevoed. En jouw kind is verantwoordelijk genoeg, want anders dan ging het kind niet. Vertrouw op je kind. Vertrouw op het volwassen vermogen van jouw prachtige, volwassen kind wat de wijde wereld in gaat. Vreselijk. We steken kaarsen voor de moeders en de vaders aan. En de kinderen die redden zich heus wel. Mijn kinderen gaan niet op vakantie. Maar ik vind het echt, ook al gingen ze wel, dan wist ik, het is goed. Ik heb een kind dichtbij en ik heb een kind ver af te wonen. Dat ver af vind ik ook heel eng, want ze woont midden in het water. En vanmorgen zegt ze, mam, ik zie het water gewoon stijgen. En dan denk je, oeh, ja. Waterrijk gebied daar. Oeh, getsiderry. Ja, dat is niet leuk. Ze woont in een appartement. Alleen wel de benedenverdieping. Meer tuin. Dus het komt allemaal goed. Ik verwacht niet dat daar... Nou, ja. Het kan. Het kan. Het kan overal doorbreken. We hebben het hier in Burgum gezien. Dan moet ik jullie vertellen. Ik ga zo meteen daar iets over vertellen over de watersnoodramp en wat het veroorzaakt. En wat voor gruwelijke dingen daarmee gebeuren. Maar ik vertel niet de details. Dus blijf kijken. We hebben het nog over Macron. Hè? En we hebben het nog over de ESB. En we hebben het nog over Trump. Dus blijf nog even kijken. Dus ik woon in Noord-Burgum. Dat weten jullie. En ik vind het geweldig, dat weer en hoe dat gaat. En als het vreselijk regent zonder dat het schade geeft, vind ik het prachtig. Maar vrijdag was een hele drukke. Ik heb het altijd druk, maar als ik zeg dat het druk was, echt voor mij ook druk, dan is het druk. Dus ik ben tot 12 uur 's nachts had ik mensen hier. We hebben één keer in de maand doe ik wereldse gebeurtenissen praatgroep hier. Dus ze gingen pas om 12 uur weg. En de volgende ochtend had ik weer een hele mooie groep met vrouwen. En die groep waren eigenlijk allemaal vertrouwelingen van mij. Dus dat was voor mij heel ontspannend. Omdat als ik mensen krijg die ik nog niet ken, die kunnen heel lief zijn en heel goed zijn. Maar ik moet je leren kennen. En deze vrouwen kende ik al jaren. Eentje daarvan niet, maar dat voelde zo goed. En dat was ook goed. Dat was prachtig. Echt, we hebben zo'n mooie dag gehad. Maar het was wel een hele dag. Dus om 7 uur hebben wij een prakje eten opgemaakt voor de vorige dag. Dat had ik wel gedaan. Ik had goed eten gekocht. Dat moet. En dan moet je gewoon ook goed voor jezelf zorgen als je dus dit soort dingen doet. Dus ik was... mijn man ook... Dat zegt wat, dat mijn man dan ook actief is. En dan niet in de groep, maar om de groep heen. Dat zegt heel veel van mijn Peter. Dan zijn het echt vertrouwelingen die je in je omgeving hebt. Hij heeft hier in huis nog met een van de echtgenoten gezellig gepraat. Nou, dat zegt wat hoor. Maar het was wel, dan gebeurt wel heel veel. Nou, ondertussen heb ik nog op Telegram gezien wat voor nieuws is. Maar dan komt het ook al niet zo meer binnen. Dus we gingen op bed en ik heb als een blok geslapen. Ik heb dus niks van het noodweer meegekregen. En Burgum ligt hier verderop, is op Hart van Nederland geweest. De Westerheen ligt daar, Zwavelstein, daar. Ook het hele winkelcentrum onder water. Nou, dat is hier bij ons ook zo gebeurd. Niet binnen. Maar onze buurman heeft loopeenden en dan is het een hele grote vijver en die eenden hebben zoveel plezier, dat is zo'n genot om te zien. Dus dat is wat er dan gebeurd is hier. Toen vroeg iemand mij, Klaske, zijn hier dan ook dumps? Daar hebben wij het nooit over in mijn filmpje, eigenlijk niet, want dat liet ik over aan Rob Patriot. Rob, we missen je. Je bent niet vergeten. We vinden het nog steeds fijn dat je al die filmpjes voor ons gemaakt hebt. Topper. Dus Rob heeft ons via Gene Decode ook, maar Rob heeft ons daar heel veel over uitgelegd. En natuurlijk heb ik daar ook zelf onderzoek naar gedaan.
En dus dan weet je ook waar die dumps zitten. En dan zie je dus die watersnood in Duitsland, in België, in Nederland. Dat zit in lijnen van het ene koningshuis naar het andere koningshuis. En je weet dat de tunnels daar gereinigd worden. En dat was ook duidelijk dat door zoveel regenval dit niet kon ontstaan. Dus ze hebben ergens sluizen opengezet om ervoor te zorgen dat er zoveel water door de dorpen en steden heen kwamen. Nu ook hier in Friesland. Hebben we hier dan ook dumps? Ja, duh. En het was heel mooi op de lijn Lauwersoog Leeuwarden richting Den Helder. En ik zei gisteren ook op Telegram, dat is wel tussen een militaire basis in. En hij zei, Lauwersoog heeft geen basis. Ik ga maar onderzoek doen. En wat ons opviel, dat zijn gewoon dingen die opvallen. Als je vliegbewegingen in de gaten houdt. Dus grote marinehelikopters die vliegen van Den Helder naar Lauwersoog en weer terug. Elke dag, maandenlang. Dat klopt niet. Dat was eerst niet zo. Dus daar is wat aan de hand daar in Lauwersoog. Even de stekker erin. Dus dat zijn wel zaken waarvan je weet, hey, daar moet ik even op letten. We hebben de vliegbasis Leeuwarden. Die was rustig. Maar wat dan ook nog. Ik heb natuurlijk hier in de omgeving ook allemaal mensen die mij van alles kunnen vertellen wat er ergens gebeurt. En een van de mensen die zegt ook, Klaas, het klopt gewoon niet. Het hele land staat onder water en Rijkswaterstaat is acuut op zondagochtend gelijk aanwezig. Klopt niet. Waarom klopt dat dan niet, denk je dan? Omdat Rijkswaterstaat op zondagochtend in bed ligt. Die gaat echt niet naar een ondergelopen land. Doen ze niet. Waarom niet? Omdat het een overheidsinstantie is. Ambtenaren komen maandagochtend, 9 uur, 10 uur, naar de koffie, naar de evaluatie, naar de beginvergadering. Dan gaan we rond 11 uur gaan we daarheen en gaan we op polshoogte nemen. Zo is het jaren gebeurd, dat zegt deze dame ook. Rijkswaterstaat komt niet in het weekend. Wij als boeren hier in deze omgeving lossen dan de problemen gewoon samen op. En nu, en zo voelt het ook, ze staan allemaal op scherp. En dat is ook het gevoel. Je ziet gewoon, oké, ze vertellen niet, nou, dit is vreemd, mevrouw, hoor. Wij komen hier even polshoogte nemen of al die ondergrondse tunnels wel volgelopen zijn. En of er geen rare dingen uitkomen. Slash kinderen. Oh, zei ik dat nou echt? Ja, dat zei ze echt. Ook op Telegram, dat vind je op de main. Macron hebben we het straks nog over. We vinden het op de mainstream media niet, maar in Duitsland zijn dorpen afgesloten. Mensen mogen niet uit hun huizen. Mensen mogen niet binnen in de dorpen. Mensen worden daar opgesloten. Waarom? Omdat, en jongens, ik heb de beelden gelukkig niet gezien. Ik kan dus niet zeggen, oh, ik heb het gezien, het is waar. Ik heb wel andere dingen gezien die wel waar waren. Daar moest ik echt heel goed naar kijken. Maar wat wij gehoord hebben, en niet vanuit één kanaal, is dat ook grote omroepen niet de beelden lieten zien, maar vertelden. De beelden waren te gruwelijk. Dat er echt 600 babylijkjes door de straten gingen. En dat daarom de mensen in Duitsland in een bepaalde wijk in huis moesten blijven. Dat snap ik. Want dat is niet handig. Dat is waarom alles gereinigd wordt. Waarom de sluizen van boven en beneden opengezet zijn. Zodat die ondergrondse tunnels en faciliteiten nooit weer kunnen worden gebruikt. En waarom zie je dat dan niet in het nieuws? Omdat het zo immens moeilijk te bevatten is dat dit niet in het nieuws kan. Ook voor ons niet. Wij moeten gewoon aannemen dat het zo is. Het is vreselijk als je huis in zo'n kolkende rivier wordt verzonden.
Maar er komen nieuwe huizen. Over 10 jaar wonen die mensen weer in nieuwe huizen. Veilig en wel. Maar dit moet even gebeuren. Het is een opruiming van moeder aarde die zegt maar, ho, wacht even. Dit is klaar, dit doen we niet meer. Maar ook van de Whiteheads. Dus dit moet gebeuren. En wij zien overal ter wereld dit soort zonvloeden. Het is overal. En dus nu ook hier in Burgum. Maar staat de camping onder water, dat is handig. Want dan concentreert de pers en de lokale mensen, die concentreren zich op die camping. Want oh, die vakantiegasten, het is zo erg. En dan zien ze nergens anders naar. Dat is de strategie. Ja, niet overal heb ik direct bewijs voor. Maar het is er wel. Het is ook dat je onderzoek moet doen voor jezelf. Goed, dan het volgende. Macron. Ja. Ja. We kregen gisteren de bevestiging, het is heel onrustig in Frankrijk. En ik vind dat eigenlijk heel passend bij de tijd waarin we leven. En de tijd waarin Frankrijk nu ook zit, hè? 14 Juliet, de bestorming van de Bastille. Ze leefden als zonnekoningen, die koningen. Het volk had geen eten meer, werd helemaal onderdrukt, moest nog meer belastingen betalen. En toen hebben ze de bestorming van de Bastille. En we allemaal meegekregen in onze geschiedenisboeken. En dit herhaalt zich nu. Dit herhaalt zich nu. Dit is toch super om mee te maken. Hadden jullie op het NOS niks gezien? Ach. Hoe kan dat nou? Miljoenen mensen. Rond de Arc de Triomphe. Traangas, vechterijen. Miljoenen, niet een paar duizend. Dat helpt niet. Miljoenen. Londen ook. Dus er zijn groot, maar ik vind het bijzonder dat het Frankrijk is rond deze tijd. Want dit is de tijd van de bestorming van de Bastille. Jongens, de geschiedenis herhaalt zich. Het begint in Frankrijk. Macron had aangekondigd dat vanaf 1 augustus mochten alleen mensen die een vaccinatie hadden de supermarkten in. Absoluut flauwekul. Mag gewoon ook niet. Maar goed, daar begonnen ze. Ik heb van iemand direct uit Frankrijk. Die probeerde dan die dag al boodschappen te doen. Zij kwam de winkel niet eens in. Dus de winkeliers die hielden gelijk al razia's van. Ho, wacht even. En we kregen gisteravond dus de bevestiging. Dat het leger zich wegkeert van Macron. Macron is verleden tijd. En vanmorgen zei een mevrouw die in Frankrijk zit. Die zei, maar ik hoor er helemaal niks van. Dus dat is gewoon niet waar. Jawel, het is wel waar. Maar we leven niet in een tijd dat wanneer de president gisteren niet meer meetelt. Het leger overgenomen heeft. Dat het vandaag wereldwijd bekend wordt. Want dan heb je de wereld over de kop. En dat is ook heel goed. Maar dat de Whiteheads weten, dat is niet handig. Dus, want dan krijg je burgeroorlog. Dat wil je in Frankrijk ook niet. Want daar zitten niet alleen Fransen, autochtone Fransen. Maar daar zitten echt ontzettend veel culturen rond in en rond Parijs ook. Dan krijg je zoveel geweld. Gaan er zoveel mensen dood. Dat wil het leger niet. De Whiteheads willen dat niet. Het leger wil dat niet. Er moet eerst weer rust komen. Dus vertrouw erop dat de Whiteheads hebben het daarvoor te zeggen. Macron mag nog even het poppetje zijn op de televisie, maar mag niks doen en zeggen wat niet gecontroleerd is door de Whiteheads. En op een gegeven moment, dat gaat samen met Amerika, met Trump. Komen we op Trump. Die heeft een fantastische speech gegeven. Jongens, die moest weer helemaal ontleed worden. Moms Magnet en Dutch Digger hebben dat weer fantastisch gedaan. Ga ik niet doen. Maar wat ik wel hoorde, we hebben stukken gehoord, want het is, nee, we hebben hem helemaal gehoord. De volgende zondag brak in de stoel. Hè? En toen hebben we hem gehoord. En hij noemde de kabal. Heeft hij nog nooit eerder genoemd in een speech.
Het is zover, lieve mensen. Het is zover dat het gewoon allemaal uitkomt nu. Prachtig toch? En weten jullie nog die filmpjes dat ik zei over die winterdag? Dat als er geen maatregelen zijn en komen, geef ik een feest gratis voor 100 mensen. Hè? Dat staat nog steeds. Maar die drie voorwaarden moeten er voldoen. En Trump, die is daar echt goed. Nou, die denkt natuurlijk, die Lumeri, die gaat daar een feest geven. We moeten nu maar doorzetten. Kom op, jongens. Hij mag ook komen. Vinden we wel leuk, hè? Maar goed. Trump, die heeft dus in die speech echt heel veel gezegd. Onder andere dat zij de andere kant maar moeten bewijzen dat het inderdaad wel goed is verlopen, de verkiezingen. En hij heeft de verkiezingen al gewonnen. Hij hoeft niet over 2 of 4 jaar, hoeft hij niet nog weer mee te doen aan de verkiezingen, want hij heeft nu al gewonnen. Nou, 15 augustus is de bedoeling dat Trump weer geïnaugureerd wordt, maar zoals jullie weten, er kan een kink in de kabel komen. Dit is wat wij gezien en gehoord hebben, wat feitelijk, we hebben kaartjes gezien. Inauguratie Trump 15 augustus 2021. Wij mochten het, we hebben ze alleen maar gezien. Dat gaan ze niet zomaar even drukken. De generaals die hebben het voor het zeggen. Dus er gebeurt echt heel veel nu. De komende 2 weken gaan echt heel spannend zijn. Dan hebben we McAfee. Wie heeft geen McAfee gehad? Wie niet? En toen was stil. Ja, oké, ik zit hier alleen dit op te nemen. Maar McAfee, iedereen heeft een virusprogramma op de computer. En 90% kans is dat je de software van McAfee hebt. Of ooit eens hebt gehad. Die man, die kan dus iets met dat internet. Die heeft dus heel veel informatie. Daar is dus wat. En als die dus uit de school klapt, want dat is ook wel kabaal. Als die dus uit de school klapt, dat moeten we niet hebben. Echt waar niet. Dat is not done. Dus daar is, ik heb dat niet zozeer op mijn wereldse gebeurtenissengroep gedeeld, want het was echt, als het al zoveel berichten zijn, dan denk ik, nou, dat lezen ze daar wel. Ik heb het ook niet in de filmpjes erover gehad, maar dit is wel een belangrijk iemand. Want door zijn dood, hij wist al dat er van alles ging gebeuren en dat hij op de nominatie stond om gekielhaald te worden. Nee, hij heeft geen zelfmoord gepleegd. Dus hij heeft voorbereidingen getroffen. En dusdanig, dit is de man die dat kan, dan hoeft er niet een emergency broadcast te komen, een EBS, maar hij kan wel, en dat is wat wij weten aan de hand is, het tikt een klok af die ervoor zorgt dat het internet plat komt te liggen. Ja, die macht had McAfee. Dat had hij. En dat gaat gebeuren, want hij heeft, daarom is dat gebouw in Florida ook zomaar plotseling in een sinkhole gegaan. Wel dat al die verdiepingen, net als 9-11, gewoon boom, 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 boom. Nou, toevallig. Dus ik zeg niet zo dat gewoon met opzet is gebeurd. Het is wel heel toevallig. Dus zij zoeken naar de kluis met bepaalde zaken erin. En McAfee heeft gewoon goed voorbereid, want hij wist dat hij gevaar liep. Dus McAfee heeft de knop omgezet waardoor het internet straks uitvalt. Dan weten jullie waarom ik even niet wereldse gebeurtenisfilmpjes maak, want het internet is het dan even niet. Goed, wat krijgen we dan? Ja, dit wordt een lang filmpje, sorry jongens. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we niks, want jullie hebben je goed voorbereid, want dat hebben we vanaf het begin van het jaar al verteld. Dat je kaarsjes in huis hebt, dat je lucifers in huis hebt, dat je een terracotta pot met een bodem hebt, zodat je daarin je kaarsjes kan doen en verwarming hebt, want zonder internet doet stroom het ook niet. Dat je een regenton gratis bij je gemeente kan aanschaffen en die vult met water. Heb je water? Je gaat ook even kijken hoe je dat water schoon krijgt, zodat je het kan drinken. Je hebt voldoende eten in huis, hebben we ook al gezegd, voor 10 dagen, maar dan doe je nog maar wat meer. Zoveel geld kost de zak rijst niet, bloem niet, zout niet, suiker niet en zonnebloemolie niet. Dan kan je brood bakken
Daar heb je in ieder geval eten. Vitamintjes is ook wel handig. En heb je het nu niet nodig, dan heb je het de komende winter misschien wel nodig. Want wij krijgen tekorten. En dat is in Engeland al aan de hand, omdat alles daar vrijgegeven is. Behalve als je ziek bent, moet je thuis blijven. Dus het werkzame volk zit thuis, want een snotneus is ziek. Dus thuis zijn, dus de winkels zijn leeg. Ik heb hier mooie appels te liggen. En dit zijn Jumanji-appels. Nou, die dus. Ik kon geen elstaf krijgen. Jongens, het is appelseizoen. En ik kon geen elstaf krijgen. Dan denk ik, ja, maar er waren nog genoeg andere appels. Nee, ik kan geen elstaf krijgen. Dat zegt wat. Dus bereid je voor. Ook nu nog. Totdat het moment komt dat we even zonder internet en zonder stroom zitten. Want dat gaat eraan komen. Als het niet komt, dan heb je het gewoon mooi voor elkaar. Ga voor je kleine kinderen. Mijn kinderen zijn volwassen. Ik heb een kleinzoon. En ik heb ook tegen mijn dochter gezegd. Ga zorgen dat jij in ieder geval een paar winterjasjes op de kop kan tikken bij de kringloop. Het mag wel nieuw zijn. Maar ze zijn nieuw niet te krijgen. Want het is nu niet het seizoen. Dus ik zou tegen haar, zorg voor dat je even wat extra kleren hebt voor de komende tijd. Wat extra spijkerbroekjes, wat extra truitjes, extra winterjasjes. Schoenen koop je nieuw en ondergoed koop je ook nieuw. Maar dat, ik heb ook legerjassen van mijn man nog. Van die hele dikke, die hebben we al gestoomd, schoon, in een bak, op zolder. Stel je voor dat er iets gebeurt, dat je ze wel nodig hebt. Een zaklamp, pleisters, tea tree olie, zilverwater. Mag je alleen uitwendig gebruiken, hè? Vroeger werd het, ja, dat zal ik even vertellen. Vroeger werd dat inwendig gebruikt als antibioticum. Dat mag dus niet meer. Gingen mensen vroeger niet aan dood. Nou, goed. Dus dat staat ook op het flesje. Mag alleen inwendig gebruikt worden. Verder mag ik daar niets over zeggen. Goed. Heb je één wespensteek gehad? Alsjeblieft niet meer. Dan heb je nog een kans. Eigenlijk kan ik daar ook niet meer over zeggen. Je kan met voedingssupplementen ervoor zorgen dat die schadelijke stoffen van die wespensteek, die wespen zijn zo vreselijk, dat die uit je lichaam komen. En let op je kinderen. Als mijn kinderen nu op een kinderdagverblijf zaten, en men wist dat ze niet gevaccineerd werden, werden ze vandaag nog eraf gehaald. In een tv-programma, op NPO, wordt een kindje, krijgt een cadeautje. En die wordt ondertussen even gevaccineerd. In een NPO-kinderprogramma. Want die moeder, dat is zo'n antivaxer, die zullen we wel even krijgen. Het kind krijgt een cadeautje en een spuit in de arm en dan komt de moeder hem ophalen. NPO-kinderprogramma. Jongens, dat gebeurt dus gewoon echt, hè? Haal je kinderen van die kinderdagverblijven af dan. Ga zorgen dat jij een netwerk in je omgeving hebt, dat je met z'n allen voor je kinderen zorgt, zodat ze veilig zijn. Ze moeten naar school. Nee, ze moeten niet naar school. Je hebt leerplicht, je hebt geen schoolplicht. Doe ze dan naar een vrije school. Of je moet de school echt enorm vertrouwen, maar dit is de wereld waarin wij komen te leven. Waarin wij leven. Vreselijk om nu jonge kinderen te hebben. Echt waar. Dus, kortom. Er is de komende 14 dagen heel veel aan de hand. Ik zag het ook aan de Schumann. Die was ook ontzettend in een piek. Het is vandaag een karmische dag, 74-11 dag. We hebben woensdag ook weer een karmische dag. En die karmische numerologische dagen, die geven echt hele intense transformaties. Nu net na de volle maan, de volle maan van waarheid, na de volle maan. Die maan die was ook echt veel lager dan dat wij hebben gezien in de afgelopen jaren. Was echt diep in de nacht, kwam hij een stukje boven de horizon bij mij. Nou, dat is ongekend. Dat is ongekend. En Reinier van den Berg zei vanmorgen al dat het wel een hele rare zomer was. Ik dacht, Reinier, wat ben ik blij dat jij dat zegt. De komende week ook weer
globaal 20 graden. Ik zeg van de week tegen mijn moeder, ik zei, het lijkt wel alsof we een verlengde lente hebben. Nou hebben we dat altijd gezegd van, nou, het hoeft niet warmer. En dat is ook zo. Maar dit is wel heel kenmerkend voor deze tijd. Dat, wij mogen ervan uitgaan dat het HARP-systeem onder toezicht van de Whiteheads is. Ga daarvan uit. Dus als jij chemtrails ziet, dat is ook dat sommige chemtrails zijn nog van de Blackheads, maar die worden heel snel opgelost. Die hebben daar geen power meer over. Dus de Whiteheads controleren dat. Dus het weer wordt ook gemaakt om de Whiteheads te helpen die transformaties in de wereld door te zetten, door te komen. Dus het is een hele intensieve tijd. Over de mensen met één wespensteek. Het advies, heel belangrijk. Zet jezelf in een licht. Je ziet nu ook, want ik heb hier verder geen licht aan. Dit is gewoon mijn kamer en het licht komt binnen. Zet jezelf in dat gouden licht van de engelen. Van God, als je wilt. Als je liever het goddelijke licht hebt, dan zet je het goddelijke licht aan. Wat helemaal over jou heen straalt. Door jou heen straalt. En al jouw, dat is voor iedereen, dit is voor iedereen, maar zeker mensen met een wespensteek. Die moeten helen, die moeten genezen. Dus straal dan dat licht, laat dat door iedere cel van jouw lichaam gaan. En laat iedere cel dan compleet verlicht worden, geheeld worden. Vraag dat ook aan God. God, heel mijn lichaam. Laat al die schadelijke stoffen uit mijn lichaam gaan. Heel mijn lichaam. Maak mijn cellen weer nieuw. En zorg ervoor dat ik in balans en goed de toekomst verder in kan. Ik beloof God dat ik geen tweede wespensteek neem. Alsjeblieft. Zoom meeting 28 juli 7:30 tot 9:30. Ik ga ook proberen het niet te laten uitlopen. Ik ga ook proberen het niet zo chaotisch als je het had te laten verlopen. Maar er was wel gezellige chaos en we hebben wel weer heel veel informatie gekregen. Je kan, als je vragen hebt, die alvast stellen. En wil je via de mail even een Zoom. En als je denkt van, ik vind dat Zoom lastig. Als je die link hebt, je klikt erop en dan gaat gewoon een schermpje open. Dus iedereen kan het. Wil je meer informatie? www.lumeria.nl. Ik heb zilverwater voor uitwendig gebruik. Heb ik niet op mijn webshop te staan. Dan moet je echt even met mij contact opnemen. Heb ik voor de veiligheid, want ik had een filmpje gemaakt en die is 400.000 keer bekeken. Maar dus, uit veiligheid heb ik dat maar even afgehaald. Niet het filmpje, wel het zilverwater. Maar je kan het nog wel krijgen. Dus wil je het hebben, maar iedere dropje steeds het wel. Ik heb van Kruidhof heb ik het merk. Dat vind ik goede, maar er zijn meer goede. Dus voel goed wat voor jou goed voelt. Bereid je voor, vitamines in huis, sla het in. Vuur, water, lucht, eet alles wat je nodig hebt. Hoeft niet veel geld te kosten. Doe het. En het kan wel lang duren, dus heb je het nu niet nodig. De komende winter zal je het nodig hebben. Ik ga dit eens even afsluiten, want ja, dit is via Zoom. Nou moet ik eens even kijken hoe ik dat... Ja, dat doe ik voor het eerst en nu doet mijn muis... Ja, nu doet mijn muis het stopvideo. Dag lieve mensen. Ja, dit is nieuw, dus ik moet even kijken hoe ik dit doe. Oké, stopvideo. Ja. Recording.